Ja, kijk, hier zie je zo'n grindbed die aangelegd is, Marco. Als paaigebied, als paaishoefstraat voor die forel. Ja, voor de forel. Dus hopen dat het dat aanslaat, dat ze het lekkere kiezeltjes vinden. Maar het, het stroopt ook goed, hè? Ja, dit belooft echt een waanzinnig mooie visdag te worden in de natuur van Drenthe. Hoe mooi kan je het hebben? We beginnen hier aan de beek. Kijken of we met de centipede en de vlieghengel wat kunnen vangen. Voorntje, winnen, misschien een baasje. Daarna zakken we af en uiteindelijk belanden we op het Lauwersmeer waar we gaan proberen. En dat wordt heel spannend om een zeeforel te vangen. Super voor de centerpin. Rechtstukje waar het goed stroomt. Ik kan hier met hengel perfect staan. Ik kan een hele mooie drift maken. Ik ga wat maai erin gooien. Henk is al met de vlieghengel begonnen. Ook een ideaal stukje om met de nimf te kijken of er wat gebeurt. Ik vind het zo mooi, vis en dobbeltje zo met de stroom mee laten lopen. Het is een soort, ja, echt een combinatie tussen gewoon standaard matchvissen en vliegvissen. Controleren met het reeltje. En wat je kan doen, dat het leuk is, dat is ook vaak een basis van succes, dat je de reel even met je lijn, met je duim stopt. En op dat moment loop je lijn strak en dan kom je onderlijn omhoog. En dan stijgen je maden, als het ware, die stijgen omhoog. En dat is vaak echt een trigger voor vissen die denken dat het een insect is die naar boven komt om dan je aas te pakken. Nou, ik wil wel even rukken. Henk, vis! Klasse, jongen. Leuk. Het is zo mooi op de centerpin, hè? Zo, maak ik even mijn handen nat. Zo, meteen in de brandnetels. Oh, nog een mooie voren ook. Zo. Leuk, jongen. Nou, een mooi blank vorentje. Het is zo leuk met die centerpin dat je je dobbertje laat lopen, we maaien erbij, pjoef, weg. En dan zie je hier in dat soort beken, zijn het gewoon prachtige blankvoren. Dit hier is het begin van het zeeforelproject. Een uniek project volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Wat in de kroeg begonnen is met de ecoloog van Noord-Zuidvest, is nu uitgegroeid tot het project Vissen voor Verbinding. En dat houdt in dat een heel groot aantal partijen, waaronder de Waddenvereniging, het Waterschap Noord-Zuidvest, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Friesland en Groningen en Drenthe proberen, vanaf de Waddenzee tot de Drentse beken alle vismigraties voorzieningen optimaliseren. En dat houdt in dat alle vissoorten ervan profiteren. En we hebben de zeeforel uitgekozen als icoonsoort, omdat dat als tot de verbeelding spreekt. Ja, tik. Ja, ik heb hem. He, eindelijk. Heeft toch geholpen, andere vlieg erop. Je ziet het, hè? En voren. Heb je nog niet? Ah ja, mooi. Mooi, hè? Leuk, hè? Het vliegen is toch wel leuk, hè? Gooi er gelijk weer in, oké? Ja, mooi, man. Zo, hé. Hey, leuk, hè? Leuk, jongen. Je zag super vissen, man. Of ze nou zo groot of zo groot zijn, dat maakt echt geen ruk uit. Het is gewoon puur de beleving, hè? Ja, en dan ga ik toch weer twijfelen. Wat is nou leuk? Is dat nou de vlieghengel of is dat nou de... Je weet toch wat ze altijd zeggen, hè? Ja. Vliegvissen is de leukste manier om zo weinig mogelijk vis te vangen. Dat is echt onzin. Ja, voor mij geldt dat eigenlijk altijd wel, hoor. Nee, voor mij niet. Nee, ik denk dat ik vind vliegvissen vaak effectiever. Ja, hè? Ja, absoluut. Oké. Okay. Ja, het is toch echt waar? Ik droom niet. Ik sta gewoon in Nederland te vissen, in Drenthe, in het grote diep. In een omgeving waar ik elk moment een eland kan verwachten of een bever. En volgens mij zitten die bevers hier ook al. Maar wat een plek, wat een water en wat een mooie visserij, zo hier in het stromende water. Het bijzondere is, in al het water van Groningen-Drenthe mag je met de vispas vissen. Hoe mooi kan je het hebben, mensen? Marco en Henk zijn inmiddels de Drentse beek afgezakt. Het is ook weer een supermooi plekje, Henk. Zie je beginnen? Dat is geweldig. Nee joh, jij mag hier nog niet beginnen. Want nou, de voorwaarde staat dat je 50 meter van de vispassage af moet zijn. Waar dit bosje, dan is het goed. Dan kunnen we daar beginnen. Hier beginnen? Nee, even verder, jongen. Even een stukje verder. Nou, een luchtig voertje. Echt blank voor een voertje. Doe er wat maaien doorheen. Een paar balletjes gooien. Wat los voert is hier niet diep, heb ik begrepen. En kijken of we een basisspoortje kunnen gaan maken. Oeh.
Heb jij voer? Nou, ik zet er een wat grotere vliegen op, omdat het wat groter water is. Ja. Kijken of dit wat beter gaat. Hoe is dit vis? Dit was een mooie aanbijt. Maai erop. Gaat hij alweer? Gaat hij alweer? Handen opmaken. Het telt vis. Een vorentje. Hé? Ja, mooi blank vorentje. Meteen al de eerste aanzet, inzet. Zo, ligt vol met vis. Als ik het goed begrijp, Henk, kan de vis nu vanuit de Waddenzee vrij... Ja. Hier terechtkomen in het kleine beekje. Ja, helemaal terecht. En ook die hele grote forellen doen dat, hè? En die hele grote forellen. En de winder, die komt hier aan. Die is in 1-2 dagen is die vanaf het Lauwersmeer zijn ze hier. Die visstap is natuurlijk wel heel belangrijk voor het project. Ja, zeker joh. Kijk, voor de forel is het wat makkelijker om er nu naar de gebieden te komen waar vanmorgen stonden. Maar ook de wat kleinere vissen en ook de winden, die hebben het nu een stuk makkelijker gekregen om daar bij de paaigronden te komen. Ja. 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 Jou. Ah, lijkt beter, hè? Ja, maar het kan ook. Ja, ja, het is vis. Het is vis. Mooi. Lijkt wel een koolblaadje of zo. Ja, ik denk het. Hij vecht wel goed. Mooi visje, Henk. Toch op de vlieg, hè? Ja, dankjewel, jongen. Ondanks troebel water. Dat is mooi. Gaat-ie? Ja, vis. Ja, blank voren. Dat is al zo'n mooie voren, dit. Kijk nou toch eens. Maar ik denk een beetje van zo'n groter kunnen pakken, zo. Door het weer. Ja, zo leuk vissen. Zo gewoon in zo'n beekje pielen gewoon. Het is letterlijk pielen. Pielen met een dobbertje. En visje terug. Hop. Ja, visje. Hé, hey, jongen, netjes. Dat is de zoveelste. Blank vorentje. Heel klein blank vorentje. Toch wel leuk, hè, met zo'n maarden eraan. Ja. Het is ook wel heel effectief ook, eerlijk ja, gezegd. Ja, ik zie het. Ik word naar huis gevist. Eigenlijk moet dit de mooiste afsluiting van de dag worden, Marco. We hopen hier een zeeforel te vangen, die we uitgezet hebben Meen de laatste niet. Jaren. Meen ja, niet. Ja, echt. Kijk, maar al vangen we helemaal niets. Moet je eens kijken, wat is dit verschrikkelijk mooi. Ja, het is een heel mooi gebied, joh. En eigenlijk een beetje een vergeten gebied voor vissers. Ja. Je ziet wel ontzettend veel vogelaars. Hier zwemmen dus forellen rond. Als het goed is, zwemt hier de zeeforel rond. Ja. Ja. Ja, al een aantal jaren hebben we hier zeeforel uitgezet. Ja. En in deze periode moet het te doen zijn om ze te vangen. Ja, allemaal grote brazen staan. Ja. Ik ga toch wel eens kijken of ik eentje gevangen. Ja, joh. Ja. Henk heeft me helemaal gek gemaakt, het verhaal over zeeforel in het Lauwersmeer. En ik zie allemaal staartjes. En dan denk ik dat het allemaal zeeforellen zijn. Maar volgens mij zijn het hele grote brazen. En misschien in de buurt van die brazen zit ook forel. Ja, het is een hele schoon brazen. Recht vooruit. Ja, recht vooruit. Maar weet je, waarom zouden die brazems hier gaan zitten? Ja, ik vis met twee vliegen om de kans een beetje te vergroten. Woolly buggers zijn een soort imitaties van prooivisjes, misschien van kikkervisjes, van bloedzuigers, ik weet het niet. Dus we gaan het zien. Het is altijd leuk om zelfgebouwde vliegen trouwens te vissen. Ik vind dat altijd veel leuker dan met gekocht of gekregen vliegen. Je eigen vliegen, dat is gewoon het leukste te doen. Ja, haanbeet. Haanbeet? Ja. Ja. Hé, de vis. Los. Eraf. Nou, we staan nog geen seconde te vissen. Henk krijgt al haanbeet en mist hem. En ik gooi een hele grote knoop. Nou wordt het wel heel spannend, maar ik ben er weer uit. Ja, vis! Henk, vis! Ja, ik zie het, jongen. Geweldig. Kijk eens wat ik heb. Een brazem. Brazem. Op de vlieg. Op de vlieg. Ik dacht, ik haak een grote forel. Ja. Ik haak geen forel, maar ik haak een knos van de brazem. Oh, de vis, joh. Geweldig. Kijk eens. Jee, dit is echt gaaf. Kijk eens, Henk, wat een vis, joh. Ja, mooi. Oh, wat een vis. Oh, moest komen, Henk. Topper. Moet je kijken.
Ja, dat is een nette vis, jongen. Ja, ja, wat een geweldige vis, joh. Ja, echt gezond, hè? Dat vind ik zo mooi. Ziet er geweldig uit. Het is geen zee vooral, maar dit soort vissen maakt mijn dag meteen helemaal goed. Knos van een brasem. Echt een mooi brasem. Mooi. Echt een mooi brasem. Laat hem lekker zwemmen. Gaaf. Nou, daar gaat hij. Henk, kijk eens wat een visje. Ja, mooi, hè? Kijk eens. Mooi, hè? Nou, doei. Gaat toch niet boven Groningen? Nee. Nou, dit zijn zulke mooie vissen, dit. Dit zijn echt mooie vissen. Ach, wat is dit mooi. Ho, 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 wat een fantastisch gebied. Nou, het is bijna een psychedelische ervaring. Hier zo in dat grote Lauwersmeer waden. Heel ver uit de kant. Enorme schone brasems om je heen. Henk staat daar alsof het vuur is. Staat hij uit de vliegvissen in Denemarken. We zijn toch echt in Nederland. En het meest maffe idee is dat je hier dus ook gewoon een zeevrouw kunt haken als je geluk hebt. Maar deze omgeving, dit is gewoon on-Nederlands mooi. En het is ook nog gewoon vispaswater. Wat wil je nog meer? Hey Henk, dit is natuurlijk wel gigantisch gaaf voor de sportvisserij, dit, hè? Dit is voor de sportvisserij, net wat je zegt, klasse. Maar er zijn meer winnaars, hè? Als je gewoon ook in dit gebied kijkt, voor het toerisme, voor de ondernemers die hier langs het meer wonen, heeft het ook een meerwaarde. Kijk, wij kunnen heel veel plezier beleven aan het vangen van de vis. Maar er moet natuurlijk wel brood op de plank voor de ondernemers hier. En dat is ook zo mooi van dit project. Dat je, waar we vanmorgen waren, het ecologische gedeelte hebt gezien. Wat we daar gaan doen. En dat je in dit gebied echt het toerisme wil promoten. En dan vooral de sportvisserij toerisme. Uiteindelijk het doel, denk ik, is dat de forel zichzelf hier in stand gaat houden. En dat ze niet meer uitgezet hoeven te worden. Ja. Maar ze paaien natuurlijk niet. Nee, ze paaien hier niet. En daarom waren we ook vanmorgen op de plekken waar ze wel moeten gaan paaien. En daar worden ook de kleine zeeforelletjes uitgezet op de grindbedden. Die we. Die beken staan hier mee in verbinding? Ja, die staan hier helemaal mee in verbinding. Okay. Want als je ook kijkt, bijvoorbeeld de windenpopulatie die hier zit op het Lauwersmeer, die trekt nu al jaren naar die Drentse beken. Dus het heel groot gedeelte is al optrekbaar. Wat het probleem is, zijn bijvoorbeeld die kleveringssluizen achter ons. Ja. Nou, daar gaat dit project ook wat aan doen. Dat daar een goede vismigratie mogelijk gaat worden. Twee kokers worden aangepast. Nou, en dan moet de zeeforel hier zo doorheen, door het Lauwersmeer, de Waddenzee op. En daar wordt ze echt groot? Echt groot. En dan komen ze even weer terug om te paaien en gaan weer terug. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. Dus de eerste 5-6 jaar gaan we hier echt behoorlijk investeren. Ook in het uitzetten voor toerisme. Maar op een gegeven moment moet dat gewoon afgebouwd worden. Net zoals we dat in Funen zien. En dan moet het zichzelf. En daar is echt een gigantisch succes, hè? Groot succes. Ja, vis! Geweldig. Kijk vooral, Henk. Ik haak een knos van een forel in Nederland, jongens. Een zeeforel in Nederland, op het Lauwersmeer. Henk, ja, jongens. Dit is gewoon absoluut het mooiste wat je kan meemaken. Dit. Haal hem er nou uit. Ja, die is heel mooi. Oh, de mooie vis. Kom op, kom op. Ik doe het. Ik ben blij dat je hier net... Oh! Ja, die is mooi. Oh, ja, die mooie vis. Dit is helemaal te gek. Een waanzinnig mooi gekleurde forel. Kijk eens wat een ding, joh. Yes! Top, jongen. Je eerste zeeforel in Nederland of in Groningen. Ik haak mijn eerste zeeforel. Ja, zeeforel, gewoon bruine forel in. Oh, even onthaken. Mooi, keurig voor in het bekje. En we hebben hem. Top. Klasse, jongen. Ah, dit is... Trots op je. Dit is helemaal... Te gek. Henk, dit zwemt in Nederland. Wat een geweldige vis. Dat is wat een topplek, hè? Mooie afsluiting van een dag. Hè? Dit is een mooie afsluiting. Het wordt al wat later. Maar het is heerlijk. Maar dit is echt... Kijk eens, Henk. Die tekening, joh. Dit is... Tekening, zie je dit dat? Dit is toch helemaal... Wat een verschrikkelijk mooie vis. Ja. Wat een verschrikkelijk mooie vis. Kijk eens. Oké, daar gaat hij. Henk, daar gaat hij. Mooi, jongen. Kijk eens. Ja. Henk, wat een dag. Wat een heerlijke visdag. Heerlijk, hè? Weet je hoe wij dat... Zo'n toetje zo'n forel, hè? Ja, toch? Geweldig, hè? Ja, moet je kijken hoe je zo wegloopt.